In een van deze kluizen ligt mogelijk een schat. Maar wat dat is, daar kunnen de leden van Harmonie Asterius alleen naar gissen. Het gerucht gaat dat er het oude gilde zilver in zit van de schutterij, van de oude schutterij. Ik hoop natuurlijk op heel veel geld. En misschien wel waardevolle papieren waar wij toch eigenlijk, die wij niet zeg maar in onze documentatie hebben zitten, die ze achter de kluis hebben gelegd. Niemand weet het zeker, omdat niemand weet waar de sleutel van de kluis is. We hebben geïnformeerd bij oude bestuursleden. We kwamen op een gegeven moment aan punten waar bestuursleden, ex-bestuursleden er niet meer waren. En niemand weet wat erin zit. Niemand heeft een sleutel. Dus ja, we waren genoodzaakt om daar professionele krakers bij in te laten huren. Dat gaat dan direct gebeuren. Om onze schat op te graven. Nou ja, opgraven, openboren eigenlijk. Alleen de leden van de Harmonie mogen daarbij zijn. Maar we mogen de inhoud wel als eerste zien. Ja. Nou. Ja, wat wij dachten. Ja, wat wij dachten. Kijk eens. Oh, dat is wel mooi. Ah, daar zijn we heel blij mee. Ja. Wauw. Kijk eens. Er komt een echte schat naar boven. Ja, komt echt een schat naar boven, ja. Ja. Allerlei... Eerste prijzen eigenlijk. Allereerste prijzen. In zilver of niet, ik heb geen idee. Ik denk het eigenlijk wel. Lijkt het wel op. En medailles. De Harmonie stopt de spullen niet terug in de kluis, maar gaat ze tentoonstellen zodat iedereen ze kan zien.